Georgie, de zilveren medaille. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kan je eens beschrijven hoe de finale ging? Want het zag er vrij chaotisch uit. De start ging erg goed. Daarbij viel die 10 aan. Toen wou ik zeg maar naar de rust waar ik toe rijden. Dat lukte niet echt, want ik viel daarna. Toen moest ik snel weer opstaan, aangezien de Italiaan was gevallen. En als ik niet snel op had gestaan, dan had ze misschien nog voorbij gegaan. Dus was er geen tweede geweest. Dat is me gelukkig gelukt en kwam ik als tweede over de finish. Maar met welk idee ging je de finale in? Vooral gewoon heel hard rijden. Alleen maar heel hard rijden. Ik had niet echt een idee van hoe ik zou willen worden. Het eerste wat ik dacht was alles uithalen. Zodat, ja, als dat is gebeurd, dan is dat het beste wat ik kon. Dus ja. En je ziet dan gelijk bij de start eigenlijk al, wordt er één iemand ja, al uitgehaald. Wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik, ja, ik zit wel in top 3 sowieso. Maar ja, het was nog steeds, je moet gewoon hard rijden, want je wil dat het eerst worden. Ja, daar ging ik een beetje mee verder. Ik was wel heel spannend, als je nog een vast start maakte, dan lag jij eruit. Dus ja. Maar is het dan moeilijk om kalm te blijven? Of? Ja, af en toe wel, maar dit ging me goed af, gelukkig. En heb je morgen nog een wedstrijd? Ja. Twee eigenlijk nog? Twee in de relay en de 1000 meter nog. Want dat is jouw beste onderdeel? Mijn favoriete afstand is de 1000. Dus ik hoop dat ik daar nog een medaille zou kunnen pakken. Nou, veel succes morgen. Gefeliciteerd. Dank u wel.